werken gaan begonnen. Oh nee, niet nog een keer, nee. De beste players van de hele Benelux. Hey, en leuk dat je in deze groep een review. Dit keer vanuit België. Nooit verwacht van na het corona om een Belgische kermis te gaan bezoeken. Maar ja, toch wel. Dankzij een goede kameraad van me. In ieder geval, we zijn al in Hasselt. In ieder geval, ja, dicht tegen Nederland. We gaan hier een paar mooie zaken bezoeken. En kijken wat Hasselt te bieden heeft. En deze is de allereerste keer dat ik Hasselt doe een review. Dus ik ben sowieso benieuwd hoe hun hier kermis zullen organiseren. Nou ja, dat zie je mooi na de intro hier vanaf Hasselt. Van de XXL. Type XXL, gebouwd bij KNG uit Neden, uit Nederland. Ik zou zeggen, enjoy XXL. Show. Ja, vrij weinig jingles, maar wel veel microfoon. Ja, zocht er lekker heel vaak de hoogte op. Soms deed ze lekker vol gas met de kruis. Dan weer slow tot stil. Dus ja, wel leuk. Oké, het is niet een van mijn favoriete XXL's. Daar in Duitsland reizen dan beter, ja, bijvoorbeeld Conga en dergelijke, maar dit is wel leuk hier in de Benelux. Maar verder, ja, je ziet er gewoon leuk, goed verzorgd en stralend uit. En lang geleden dat ik nog een XXL heb gedaan van KMG. Zoveel zijn er volgens mij ook weer niet echt zo van. En zo gaan we door richting de volgende zaken. En zo komen we hier nog de metro tegen. Als ik nog goed weet, iets van pakken 3-4 jaar geleden bij mij nog op Roosendaal gezien, op de nostalgische kermis. Leuk om nou hier tegen te komen, weer terug, na zoveel jaar. Ja, het is gewoon heel leuk van die zaak. We komen hier nog de toboggan van Roels van Essen tegen. Laatst gezien nog bij mij op de Roosendaalse kermis. Leuk dat hier ook gewoon Nederlandse vermaak staat. Maar ja, dit is een glijbaan die heel vaak in België reist. En ook wel eens naar Roosendaal toe komt. Ja, komt uit Bergen op Zoom. Dus ja, leuk. Bergs toepassingen. En dan komen we hier nog door Wild Mouse tegen. Deze is een type Revenson Classic Spinning Coaster. Gebouwd bij Revenson natuurlijk. En was volgens mij van Bufkes, weet ik niet zeker. Maar wat ik wel weet is dat dit de eerste was van de Benelux met randverlichting die daarboven langs de baan zit. Wat ik in andere reviews heb gezien
is dat ze tegenwoordig achterop ledverlichting hebben gezeten. Helaas staan ze nou niet aan. Dat is wel jammer. Maar ja, ik heb wel in andere reviews gezien dat er een leuke ledprogrammering op zit. Misschien dat we dat straks nog gaan zien, maar dat weet ik niet. Maar we gaan wel verder die kant op richting de volgende pleinen achter de XXL. Ja, dames en heren, en zo komen we aan bij de volgende zaak. Het is tijdens de DKRN van Verwijk Pupkes. De beste players van de hele Benelux. Er is niks aan gelogen. De ritten zijn heel goed. De shows zijn ze de beste in. Ja, moet je kijken. Wat een verhaaltje. Volgens mij laatste keer dat ik heb gezien was... ja, sowieso handwerp op de 64. Vaak al met standaard. Ja, verder weet ik eventjes niet meer. Ik dacht... Nee, laten we dat even. Nee, maar in ieder geval sowieso komen we heel vaak op handwerp tegen. En tevens is dit een type Great Lens nummer 1 gebouwd bij ons. Sinds een paar jaar zat kruisen. En ik laat hier een paar mooie onderafrijd willen zien. En laten de verleden oprijden en onrijden. Ofwel, het is voor mij de DK6, zeg maar. Onder de Benelux Breakdancer. Enjoy DK Dance. Van deze mooie breakdance, ofwel de tekenreis van Verwijk Pupkes. In ieder geval, ik ben gewoon blij dat ik hem heb kunnen mogen doen. Echt, het is gewoon geweldig. De rit zijn goed, de show zijn goed. Hier zijn gewoon nog de eerste beste breakdance van België. Want de andere breakdance, nummertje 1, die is bij ons in Nederland. Nou, ik kwam van de Poorten. En toevallig is de eerste Poorten. Hele goede vrienden of zijn nevenlichten van Verwijk Pupkes. Dus ja, de breakdance die nou van België naar Nederland toe is gegaan,
Dit is in goede handen. Ofwel, kom je tegen, stap erin. Hou je van deze breakdance, koop leuke merchandise ervoor. En zo ga je verder die kant op richting de volgende zaak. Een jumper, dat gebouwd bij Fabio, maar durf niet te zeggen. Maar het is een jumper, reizend om de Dottermond. Laatst nog gezien, volgens mij ook op de Sinkse Voort. Want heel zaken die hier staan, staan ook allemaal op de Sinkse Voort. Als je hebt nou een België A-kermissen en B-kermissen. En dit zijn van die A-zaken, die je heel vaak op A-kermissen ziet. Of in ieder geval op hele grote kermissen, hier in België. Maar het is een leuketje, maar mijn favoriet is nog steeds die van Radioneus Sipkema. Omdat die gewoon een hele goede jump heeft. En zo draait door richting een volgende zaak, voor mij volledig nieuw. Maar ik denk hier in België al wel een paar jaar reizend. Maar we zien het erachterin al staan. Tevens is het een techno power. Yes. Ja, dames en heren, zo kwamen we bij de volgende zaak. Het is voor mij een volledig nieuwe zaak. Ik heb nog nooit een techno power gedaan. Tevens reist deze al hieronder Wittig uit België. Als ik het fout heb, moet je het even in de comments laten weten. Maar volgens mij is dit een originele KMG Techno Power. Ik durf het niet officieel te zeggen, maar het kan ook dat Tsjechisch makelaardij is. Dan kan het zijn dat het van Funlight is of een dergelijke andere fabrikant. Maar ik denk dat dit een originele KMG is. Maar ik laat jullie een paar mooie on- en afrijbeelden zien. En dan later de onrijd en oprijd ervan van de Techno Power van Witte. Echt, wat is dit een geweldige zaak. Echt full speed, heel veel kracht. Echt, gewoon niet normaal. Maar ja, dan hoor je wel ons volledige onride online komt. Dan hoor je echt mijn reactie. Echt, het is niet normaal. En ik zei dat het KMG was. Nou, dat is het dus niet. Het is een attractiegebouw bij Tivoli. En deze komt oorspronkelijk uit Engeland. Maar echt waar. Ik heb hier gewoon geen woorden voor. Ik denk dat dit ook wel iets voor Nederland zou kunnen zijn, hoor. Dit soort hoogsnelheidsmolens. Ja, het is gewoon een geweldige, prachtige zaak. Echt waar, gefeliciteerd met deze zaak. Ja, ik heb vernomen dat hij 2-3 jaar in de schuur heeft gestaan vanwege corona. Maar ja, dat toch nog steeds. Het is gewoon geweldig, mooi. De rits zijn geweldig, de shows zijn goed. Echt, ik heb hier gewoon geen woorden voor. En zo draai ik door naar de volgende zijde. Steeds de Seastormbaan van Lioness.
En ja, stormbalen gebouwd bij Makrijs. Een paar jaar geleden nog in Antwerpen gezien op de Station 4. En daar staat hij eigenlijk altijd wel een beetje vast en op andere zaken. Vroeger was dit een middenhofzaak, maar nu is het tegenwoordig een kantzaak. Dat is jammer, maar van dit soort carousels zou ik wel altijd leuk voor de familie om te doen hoor. Maar daar laat ik even geen beelden van zien. We gaan nu verder door richting de volgende pleinen en dat is volgens mij die kantoor. Nou, dames en heren, de eerste twee pleinen. Het ziet er geweldig uit, deze kermis op Hassel. Ik weet niet hoe ze deze vorm noemen. Maar we zitten nu rond september, oktober, dus ik denk september voor of oktober voor. Maar ja, sowieso voor de Techno Power van Wittig, echt een geweldige zaak. Ik denk dat sowieso in Nederland zou kunnen aanslaan hoor, denk ik. Maar ik heb net even met de exploitant gesproken en hij deed een beetje vergelijken als de Toxic die wij op Nederland hebben reizen onder Nick Mounen. Maar we gaan nu door naar de volgende pleinen en kijken wat daar voor leuke, mooie prachtzaken staan. En we hebben hier nog een Thomas Plus VIP staan, freestyle. Toevallig een paar jaar geleden nog zien en gedaan. Dat was toen ook op de kermis waar de Shaking app staan. Dat we toevallig straks nog. Nee, niet deze Shaking die daar hier komen. Maar die hebben we op de Sings Hall al gezien. Maar dit is wel een leuk beetje om te zien om te doen. Verder heb ik hier niet echt veel woorden voor. Hij ziet er leuk uit en hij kijkt dan wel een beetje bij ons. We gaan nu verder die kant voor. Nou, ik loop nu al een tijdje hier op deze straat. Ik kan zeggen, het is druk. Maar dit soort beelden op mijn netvlies dat ik voor je heb gefilmd. Dat is heel lang geleden dat ik zulke drukke kermissen nog heb bezocht. Dus ja, ik hoop dat in Nederland eigenlijk ook wel zal gaan mogen dat zo druk mag worden op de kermissen. Dat de exploitanten gewoon weer lekker een cent kunnen verdienen en doe het maar op. En dan komen we ook weer een echt typisch Belgische attractie tegen. Dat is namelijk een bidule. Ja, de Maxi Movie. Die komen dan meestal uit Frankrijk en staan bekend hier in België. Nee of niet? En daar hebben we gewoon rustbanen. Maar het is dus de Maxi Movie. Een type bidule. Ja, dames en heren, zo komen we aan bij de volgende zaak. De Stevens Speedboost, gebouwd bij KNG uit Leiden, Nederland. Dit is de eerste keer denk ik dat ik hem zie, ik weet niet zeker. Maar hij heet dus Speed XXL. Reist hier onder Lines Jansen. En dit is de eerste keer denk ik dat ik hem zie. Het kan zijn dat ik hem ook in heb gezien of heb gedaan, weet ik niet zeker. Laat even een paar beelden van zien, on off en dan later de on-ride van de Speed XXL.
Speed Booster. De Speed XL van Janssen Lainet. Echt geweldig. Ik heb bijna nog nooit bij een Speed Booster gehad dat hij ging rollen. Ik weet niet hoe hij dat voor elkaar krijgt of flink, maar het gebeurde gewoon bijna. Dat het gewoon lekker rolls deden maken. En meestal kan dat nooit bij een booster. Meestal ga je een beetje op en neer slingeren en that's all. Maar wij gingen gewoon bijna letterlijk rollen. En geweldig. Hij ziet er ook heel leuk en mooi uit. Als ik eerlijk mag zeggen, veel mooier dan de Speed Booster die we in Nederland hebben rond de rij van KMG. Maar echt waar, dames en heren, als je hem tegenkomt, stap erin en geniet van de rit. En ja, wat me opvalt ook is dat het een jingle rit is, zeg maar. En microfoon vrij weinig wordt gebruikt, maar ja, het is een leuketje om te doen, echt waar. Dan stappen we gewoon in en we gaan nou verder die kant op richting de laatste zaken. Met Nederlandse inbreng. Ja, dat is zo daar bij de voorste zaakje staan ze shaker van Tentoni. Een diepe ring shaker gebouwd bij Saturn. Sowieso een Frans, als ik het goed heb, ik weet niet zeker. Toevallig is van 3 jaar geleden voor het laatst gezien in Antwerpen op de Sphinx Four. Dat was de tweede keer van mij toen ik de Sphinx Four heb bezorgd. En we hebben daar ook deze shaker gedaan. Als ik het kan vinden, komt er nou een online van. Anders laat ik even een paar mooie oprijdbeelden van zien. En daarna gaan we door richting de laatste zaken met Nederlands inbreng. Ik zou zeggen, enjoy the rain shaker. Het is tevens de snowjet van de Veen uit Nederland, uit Bergen op Zoom. Tevens bij mij voor het laatst nog op Roosendaal gestaan. En nu staat hij hier in België zijn rondjes te draaien. Wat, hoe en waarom de reden, dat weet ik niet. Maar het zijn er steeds leuke metalhorns om te doen. Om te zien natuurlijk. En stap erin. Maar ja, dit is de laatste dag hier in Hasselt. Dus ik ga het lastig. Maar leuk dat dit de eerste Nederlandse inbreng is op deze kermis. Maar zo meteen komen we nog meerdere tegen hoor. Maar ja, hier de snowset van Van der Veen. En met de hun. Je wou bij SBF Visa. En dan kan je oprijdbeelden zien. In mijn eigen thuisreview. En tevens ook nog in Eindhoven tegenkomen. Tilburg niet, was tevens de andere van hun. Maar altijd leuk Nederlandse inbreng. Op Belgische kermissen. En dan hebben we hier nog de cakewalk van Van Roels. Ook uit Bergen op Zoom. Maar altijd reizend hier in België. Ja, altijd leuk om dit soort cakewalks te zien. En de laatste keer, volgens mij was het ook op de Sphinx Four, maar dat durf ik niet te zeggen. Maar het kan ook zijn op een andere Belgische kermis waar ik de naam even niet van weet, maar in de buurt van Bergen op Zoom. Ja, dit is altijd wel leuke dingen om te zien en om te doen. Maar ik doe ze niet, persoonlijk. En dan komen we daar bij de volgende als inbreng. Stevens de No Limit van Reken. Een type Fabriaco of hoe heet het? In ieder geval gebouwd bij Mondial. Tijdje niet gezien, maar leuk om nou wel weer te zien. Laat hier even een paar mooie beelden van zien. En dan gaan we door richting de laatste attracties. Mami, ik weet niet waarom hij dat kan.
bij de laatste attractie. Stevens de Tikkensjurf. Een type lokvloem gebouwd bij Revenson. In Nederland hebben we helaas van dit soort baantjes niet meer reizen. Maar hier in België toevallig wel. Als je goed kijkt, daar achter op het naambord heette hij vroeger Big Splash. Maar nu tegenwoordig Tikkensjurf. Ik hoop, mag het mij gegund zijn, volgend jaar de Tikkie Party te gaan tegenkomen. Maar ja, dat is weer een hele andere zaak. Maar volgens mij, als ik het goed had, reist deze onder Bufkes. En staat deze hier als afsluitende zaak. Laat even een paar mooie beelden van zien. En dan gaan we helaas de review hier vanuit Hasselt weer afsluiten. En helaas van jullie afscheid nemen. Maar ik zou zeggen, enjoy de Tikkie Surf. Ja, dames en heren, Hasselt. Eerste keer bezocht, de kermis dan. Nou, als ik eerlijk mag zeggen, het is echt een leuke kermis. Sowieso met heel veel mooie topzaken. Sowieso super blij dat ik de Decadence weer heb gedaan. Ofwel, in mijn oogopzicht de echte Decadence. Ja, bijvoorbeeld die van Frank Vaalen. Ja, dat is dan een Nauta Busek Star Dancer. En dit is dan een Hus Breakdance nummertje 1. Zo heeft ieder zijn eigen smaak qua breakdances, qua XXL's, qua shakers en noem het maar op. Maar in ieder geval, als ik eerlijk mag zeggen, dit was echt een hele mooie editie. En ben je een echte Decadence fan? Koop dan de leuke spulletjes qua t-shirts, sweaters, hoodies, caps, pennen, keycords, noem het maar op. En dat kan je allemaal vinden hier onderaan in de beschrijving. Er staat een link naar hun website, ofwel decadencefanshop.be. En daar kan je al die leuke dingetjes kopen en steunen ze. Want elke exploitant heeft het gewoon nou echt hard nodig. De ene zal het wel overleven, de andere helaas niet. Maar ja, dan zullen we wel wat schade gaan aanzien voor de komende seizoenen. Hopen dan volgend jaar de Tikkie Party te gaan tegenkomen. Hopelijk, fingers crossed. Ik weet niet wat er nog hier in België is. En zo ja, dan hebben we het geluk. En zo niet, helaas pindakaas. Wie het eerst haalt, wie het eerst maalt, zeg maar. Maar als je het nog niet gedaan, vergeet natuurlijk niet even dat blauwe duimpje omhoog te doen. Natuurlijk even abonneren op dit YouTube kanaal Discoach Community. Voor meer leuke reviews, vlogs, onreis en afreis vanaf kermis en pretparken. En hier vanaf Hasselt zeg ik tegen doei, punt. En tot de volgende keer. En houdoe. En stay safe. En oh ja, coronamaatregelen. Was hier helemaal bijna niks meer van. Het was gewoon weer echt ouderwets kermis vieren. Dat vind ik heerlijk. En dan hopelijk dat komend seizoen dat het weer zo mag gaan zijn en worden. Hopelijk. Fingers crossed.